Eva Jinek, waar ben je? Kent u die uitdrukking? Eva Jinek, waar ben je? Als Jeroen Pauw ophoudt, dan kom jij altijd op de televisie. Maar nu door een of ander nieuw beleid van de NPO... wordt er op geen enkele manier meer teruggekeken op het nieuws van de dag. Geen enkele manier. Ja, verdieping van het nieuws maakt bij de publieke omroep nu plaats voor de lichtheid van de sport. Alleen maar sport, dames en heren. Terwijl RTL 4 met Umberto Tan en met RTL Late Night gewoon doorgaat, moet jij, Eva Jinek, van de NPO thuis blijven. Het is toch te idioot voor woorden. Bespottelijk dat één persoon, Frans Klein, directeur televisie, bepaalt dat duiding van het nieuws de komende maanden onbelangrijk is. Ja, maar we hebben toch één vandaag? Ja, maar dat is geen duiding. Ja, maar we hebben toch nieuwsuur? Ja, maar dat is geen duiding. Het zou hetzelfde zijn, dames en heren, kijkers, als de kranten de komende maanden alleen nog maar met commentaar op het sportnieuws zouden komen. Alsof er de komende maanden niks gebeurt in de wereld. Geen vluchtelingen, geen Sylvana Simons, geen politieke, geen terreur. De NPO steekt zijn kop dus diep in het zand. En je schrikt gewoon van het totale onbenul van de mensen bij de NPO. Of zou het tij nog kunnen keren? Als er een terreuraanslag is, ja, dan kan alles omgegooid worden. Dan komen de verslaggevers uit hun holen, want dan hebben ze zin in rechtstreekse verslagen. We gaan nu overschakelen, dus het kan wel. Dus in principe kan Eva Jinek ook opgeroepen worden. Als we ineens denken, we zijn niet goed bij ons hoofd, dan kan er gebeld worden en dan kan er iemand zeggen van, ja, er is iemand volkomen krankzinnig geworden bij de NPO, Frans Klein. En zou je willen komen, kun je onmiddellijk komen en beginnen met het programma The Late Night Show. Jinek, kan dat? Het kan, dames en heren. Het kan. Nou, ik zou zeggen, doe het dan ook. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik wens u een hele fijne voortzetting. Helder denken en een aangenaam etenswaan met spekjes wat nog klinkt. Dank u wel voor uw aandacht. Oh. Kom terug, Eva. Mm.